Beste YouTubers en YouTubies, ik wil jullie allemaal de beste wensen voor 2011. Voor de een is het maar een getal en voor de ander is het ook een heel nieuw tijdperk dat eraan breekt. Maak er in ieder geval een gezond, een gelukkig en een liefdevol nieuw jaar van. In deze video ga ik twee dingen doen. Ik ga even terugblikken op 2010 en ik ga uitleggen wat Shazam nou precies is. Want degenen die mij volgen op Twitter, die zien heel vaak in mijn tweets Shazam staan, maar bijna niemand die weet hoe je het uitspreekt of hoe het überhaupt wat het, hoe het, wie het, wat het of waarom het er is. Shazam is iets magnifieks. Shazam is magisch. Het is allesomvattend, zolang het maar met positiviteit te maken heeft. Wat Shazam nu precies is, kan ik alsnog niet uitleggen, ondanks dat ik wel verteld heb dat ik het uit zou leggen. Ik kan je wel een beschrijving geven van wat Shazam kan betekenen voor je. In de beschrijving hieronder staat een filmpje van Erikos Vlogs en als je daarop klikt, dan kan je zien wat ik bedoel met Shazam. Het deel dat er vuurwerk wordt afgestoken, het deel vanaf 12 uur 's nachts op oudejaarsnacht, dat is wat ik graag wil omschrijven als Shazam. Misschien, heel misschien, kan je ook voelen wat Shazam is. Maar wil je natuurlijk echt Shazam meemaken, dan moet je een keertje contact nemen en een keertje naar Eindhoven toe komen. Dan gaan we hier gewoon lekker een keertje met z'n allen meeten. En dan gaan we lekker de stad in en lekker Shazammerig doen en dat soort dingetjes. Dan gaan we nu terugblikken op 2010. Als ik moet terugblikken op 2010, dan heb ik een heleboel beelden voor me. En ik zie enorm veel herinneringen voor me. De ene is leuker dan de andere en de andere is minder leuker dan de ander. Al bij al is het toch een heel leuk jaar geweest. Ik heb een heleboel vrienden leren kennen, een heleboel nieuwe mensen leren kennen. Ik ben begonnen met YouTube. Ik heb enorm lekker kunnen werken. Ik heb mijn rijbewijs gehaald en ik ben overgegaan naar een volgende klas op het MBO. Ik heb enorm naar mijn zin op stage, een enorm leuke stage. Ik ben met mijn stage op kamp geweest. Ik heb dit jaar 2 YouTube gatherings gehad. Ik heb in dit jaar totaal bijna 13.000 of 14.000 abonnees bij elkaar gescharreld. Ik heb dit jaar met 1 filmpje meer dan 160.000 kijkers gekregen. Maar al bij al is wel het belangrijkste dat ik toch jou heb leren kennen. Dat jij hier als kijker naar mij staat te kijken. Want je kan misschien wel denken dat ik altijd positief ben, maar natuurlijk ben ik niet altijd positief. Ook ik zit er af en toe doorheen. En dan denk ik ook bij mezelf van, oh god, wat moet ik nou toch doen? Dan zit ik ook met mijn handen in het haar en dan vraag ik me ook af van, ja, wat heeft het nog voor zin? En dan lees ik af en toe de reacties terug van jullie op mijn filmpjes. Of dan krijg ik ineens een tweet van jullie binnen die enorm aardig is. En als ik dat dan zie, dan weet ik weer waarom ik dit alles doe. Ik doe dit alles natuurlijk voor mezelf, omdat ik het leuk vind. Maar ik doe dit ook voor jullie. Ik wil jullie entertainen, ik wil jullie dingen leren. Ik wil jullie laten inzien dat er meer is dan alleen de ellende die je om je heen hebt. Want ook andere mensen hebben ellende, maar waarom kunnen zij wel vrolijk door het leven gaan? Als een relatie uit is, waarom moet je meteen in een dip vallen? Als er iemand is overleden, waarom vallen we meteen in een zwart gat? Dat zou de ander toch niet leuk vinden? Twee dingen die dus heel belangrijk dit jaar waren, waren dus liefde en vriendschap. Liefde en vriendschap zijn twee dingetjes die samen met elkaar gaan. Waarom ik zo met mijn vingertjes sta te wiebelen, geen idee. Met vriendschap en liefde, die horen bij elkaar. Kan je niet verder, niet te ver van elkaar scheiden. Want de vrienden die ik heb leren kennen zijn niet zomaar vrienden. Dat zijn vrienden die er gewoon dingen, weet je, wij ook gewoon. Dit is dus waar ik het woordje zen voor gebruik. Je moet iets omschrijven wat enorm goed is, wat je een enorm goed gevoel geeft, maar een exact woord bestaat er nog niet voor. En zoiets noem je dus zen. Oké, nou hebben jullie dus een heel filmpje gezien met allemaal cheesy dingen van sentimenteel en janken en emoties en maar denk jij nou eens na en laat jij eens in een reactie achter wat jou door 2010 heeft gesleurd, ondanks de ellende die je hebt. Probeer in ieder geval van 2011 een heel mooi jaar te maken. Goed te werken aan je school, familie, vrienden, sociale leven, aan je werk. Want zolang jullie dat doen, doe ik dat ook. En andersom natuurlijk ook. En zo halen we elkaar uit de put en lopen we lekker door een mooi weiland met mooie bloemetjes en leuk, lekker zonnetje. En zo zie je maar weer, zo heb je in een heel jaar een boel ellende, een boel leuke dingen en die houden het leven leuk. Want als het leven niet meer leuk is, wat doe je dan nog hier in het leven? Dan moet je het misschien verlaten voor even. Oké, dat was een beetje dubbelop. Ik zag vaarwel en kabouter plop poppen dat plop. Hartelijk bedankt voor de enorm leuke dingen, de enorm leuke reacties die jullie altijd geven, de enorm leuke steun die jullie altijd geven, de leuke tweets. Blijf me volgen op Twitter, op Guys, op Facebook, op YouTube. Blijf op me abonneren, als je dat wilt tenminste. Ik laat jullie helemaal vrij, want wat heb je eraan als iemand jou gaat staan vertellen van je moet dit en dit doen? Toch? Zoals ik altijd zeg, Shazam! En natuurlijk heb je ook nog Vlog On!